De man die dinsdagavond werd doodgeschoten op een woonwagenkamp in Sint-Oederode is een 51-jarige man uit Eindhoven. Er is één verdachte gearresteerd, een 42-jarige man uit Sint-Oederode. In de buurt van waar hij werd aangehouden is een vuurwapen gevonden. De politie is de hele nacht bezig geweest om alle betrokkenen van de schietpartij op te sporen. Over de aanleiding voor de schietpartij doet de politie geen uitspraken. Er worden nog steeds getuigen gezocht.